Welkom allemaal, ik ben Peter met weer een nieuwe aflevering van Clash of Clans met Krakeling. Met dit keer weer een scouting video op dorp nummer 17, gereserveerd door Hermie. Hij heeft mij gevraagd of ik hem wil helpen met het dorp en ik denk ik maak gewoon weer een scouting video, vind ik zelf het makkelijkst. Het tekenprogramma is er nog steeds niet, wordt aangewerkt, maar ik heb het gewoon ook druk met andere zaken, dus het komt er gewoon nog niet van, maar dat gaat zeker nog komen. Wat ik zou zeggen, sowieso Hawks of Golaloon. En ik zou eigenlijk gaan voor de Hawks. En dan zou ik zeggen, kijk naar de video van de vorige Clan War, hoe Robin de dorp heeft aangepakt. Want eigenlijk is dit een heel vergelijkbaar dorp met het dorp wat Robin in die Clan War deed. En waarom ik toch voor Hawks kies is omdat gewoon dit deel en dit deel zo goed uitschakelt is met Hawks. Je hebt geen veervallen, je hebt geen reuzenbommen, je hebt niks wat gevaarlijk is voor je Hawks hier en hier. Dus dat is eigenlijk gewoon ja, zo perfect dat ik zoiets heb van daar moet je gebruik van maken. In de aanval van Robin stond het klankkasteel aan deze kant. Want hier ga je met je golems in. Hier staat hij aan de andere kant en dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Waar ik mee zou beginnen is twee gaten maken. Maar dat kan hier redelijk makkelijk. Hier drie bommannen, daar drie bommannen. Met twee kan waarschijnlijk ook nog, maar neem drie voor de zekerheid, mocht er één neergeschoten worden. Let even op de tovenaars te horen. Dus deze punt zou ik pakken en deze punt zou ik pakken. Gewoon hier drie bommannen, daar drie bommannen. Dan zou ik een minion op het legerkamp en daar een minion op het legerkamp zetten. Zeker die. Die kan je gratis weghalen. Tovenaarstoren raakt niet. Boogschutstoren niet. Tovenaarstoren niet. Die boogschutstoren ook niet. Dus mooi een minion. Ja, gewoon recht hierop. En aan die kant ook. Als je dan toch bezig bent. Waarom? Dan heb je hier. Zeker die. Dan heb je tenminste je trechter. En dan gaan je troepen altijd hierheen. Wat ik dan vervolgens zou doen is met twee reuzen bijvoorbeeld, of hawks, aan deze kant uitlokken. Naar deze kant trekken met barbaren. En dan gewoon standaard klankkasteel kill, wat barbaren ervoor, heksen daarachter, tovenaars daarachter. Het hangt ook een beetje vanaf. Let ook vooral op de andere aanvallen eerst. Als ze nog allemaal heksen en dat soort dingen in het klankkasteel hebben, ja, gebruik dan gewoon een poison spel uiteraard. Dan, dat is veel, veel effectiever. Dus dat, maar als het niet zo is, dan gewoon standaard klankkasteel hier. Klankkasteel kill hier. En ik zou ook gelijk de queen erachter zetten. Een beetje zeker dat die klankkasteel kill altijd ruimschoots goed gaat. En je queen gaat toch niet afzwaaien als je dit gebouw weg hebt gedaan. Nou, dan heb je hier dus de twee gaten. Aan beide kanten één golem. Ik denk gewoon aan beide kanten één golem. En ja, aan deze kant heb je al heel veel aanvalstroepen. Want je hebt die tovenaars, je hebt die heksen, je hebt die koningin erachter. Ik zou dan hier wel een jumpspel doen, denk ik. Om alles goed naar binnen te laten. Ja, gewoon echt midden in dat compartiment, dan wordt alles verbonden. Aan deze kant, dus golem, ja, dan zou ik wat tovenaars achter zetten. Misschien een heks, misschien zelfs een pekka. Dat hangt er een beetje vanaf hoeveel ruimte je overhoudt. Dat moet je zelf even een beetje inschatten. En je koning aan deze kant, nou, dan moet je dit deel ook redelijk makkelijk opruimen. Dan op het moment dat die koningin hier op je troepen schiet. Dus op het moment echt dat die koningin deze kant opgetrokken is, gelijk hawks inzetten. Kijk uit, zet ze niet vanaf deze kant in, want hier kan een reusbom zitten. Dus stuur ze vanaf hier erin. Heelspel. Stuk of 7 hawks, denk ik, moet genoeg zijn. Aan deze kant ook een stuk of 7 hawks, vanaf deze kant erin. En heelspel, wel zo vroeg mogelijk healen. Dus zorg ook dat je snel je troepen inzet, snel switchen met je spreuken. Dat is echt wel een belangrijk dingetje. En ja, dan heb je dit deel van de base heb je eigenlijk weg. En dit deel wordt, als het goed is, door je golems, helden, tovenaars, heksen uitgeschakeld. Zo zou ik het doen. Ik denk dat je met 14 hawks eigenlijk al er al wel bent. En dan kan je hier bijvoorbeeld nog een woedenspel gebruiken op je koning en op je tovenaars golem. Dus ja, dat is een beetje inschatten. Ik weet ook gewoon een beetje kijken hoeveel troepenruimte je over hebt. Maar ik denk dat dat absoluut de beste optie is. Als je voor Golaloon zou gaan, nogmaals, kijk de video van Robin. En ik denk dat ik het ongeveer op die manier zou doen. En ja, ik zou zelf voor de Hawks gaan. Gewoon puur omdat dit zo veilig stuk is om uit te schakelen met je Hawks. En je daar zoveel profijt van krijgt. Maar wil je toch voor Golaloon gaan, dan zou ik zeggen ook weer minions op de legerkampen. Twee golems vanaf deze kant erin met bommannen. Tovenaars erachter, koningin erachter,
Hier een jumpspel. En dan bliksem of poison voor het kleinkasteel. Tenzij er bijvoorbeeld wel een draak in zit, dan gebruik je een woede. Dus dat is even afwachten wat ze in het kleinkasteel hebben. En dan, ja, en dan op een gegeven moment als je kleinkasteel uitkomt, ook je koning erbij. Ja, dat duurt waarschijnlijk wel lang voordat het kleinkasteel uitkomt. Maar wel eerst je koningin, later koning erbij. Koningin ook een beetje vanaf deze kant inzetten. En dan zou ik, ja, ik zei net jumpspel hier, dat is niet goed. Jumpspel hier. Want deze luchtaweer wordt wel meegenomen door de koningin zodra ze hier naar binnen gaat. Dat is geen probleem. Deze luchtaweer wil je hebben. Dus hier je jumpspel neerzetten. En dan moet je ook die tweede luchtaweer mee kunnen nemen, denk ik. Zou wel eens krap kunnen worden. Ja, en dan is het gewoon twee hounds van deze kant. Ballonnen, woede ongeveer hier zo. Zodat ze vanuit die woede rechtstreeks naar het luchtaweer gaan. Ballonnen, zoveel mogelijk targeting. Hier nog een hound. En dan ook hier nog een woede. Nou, en dan moet je als het goed is, iets van 2-3 ballonnen overhouden. Met name voor die tovenaarstoren. Want die is heel vervelend voor je hele groep ballonnen die vanuit hier deze kant op komt. Dus dat zou ik dan zo doen, even snel. Maar ik zou voor de Hawks kiezen. Oké, dat was het. Veel succes deze Clan War. Wordt een heel lastige. We hebben een hele gekke match. 6 staat huis achter tegen 3 van hun of zo. Dus gaat zeker moeilijk worden. Maar ik hoop op een leuke Clan War. Succes allemaal en tot de volgende video.